vakantie is voorbij en dat betekent dat Fortuna Sittard zich weer volledig kan gaan richten op het nieuwe seizoen 2014-2015. Een aantal nieuwe namen op het veld en een nieuwe trainer, Peter van Vossen. Hij heeft zojuist de eerste training achter de rug als hoofdtrainer van Fortuna Sittard. Is uw selectie compleet? Nee. Waar wilt u nog graag versterking? Voorin, maar sowieso ook in de breedte. Dus we zijn bezig aan het kijken en er zal sowieso er nog wat bij komen. Ik ben wel uitermate tevreden met de groep die er nu is. Ja. Hoe heeft u eigenlijk de selectie voorbereid de afgelopen zomer? Wat heeft u er eigenlijk aan gedaan? We zijn sinds mijn aanstelling bekend is geworden, zijn we hele dagen bezig geweest om de selectie te versterken. Dus via contacten, wedstrijden gekeken, buitenland geweest. Overal spelers bekeken waar we spelers konden bekijken. En dat is eigenlijk de voorbereiding geweest. Ook het managementteam samenstellen, dus een andere trainingsstaf. Ook een andere assistenttrainer, Jeffrey Kooistra. Samenwerking opnieuw instellen binnen de club. Dus we hebben heel goed werk kunnen verrichten. En daar ben ik enorm blij mee. Kijkt u uit naar het nieuwe seizoen? Ja, heel erg. Nieuwe selectiespeler, FC Eindhoven afgekomen. Hoe bevalt je eerste training bij Fortuna? Ja, is goed bevallen. We hebben ook nog, iedereen heeft zich even voorgesteld en de voorzitter en zo hebben allemaal even een woordje gedaan, trainer. En, het is altijd wel even, 3 jaar bij Eindhoven zitten, dus nu altijd wel even een nieuwe omgeving, altijd wel even wennen aan zoveel nieuwe spelers. Maar eerste training was vooral gewoon een beetje plezier hebben en even het gevoel van de bal krijgen, dus was prima. Hoe kende jij Fortuna Sittard eigenlijk toen je benaderd werd? Wat vond je ervan? Ja, ik heb natuurlijk in de Jupiler League al 3 seizoenen gespeeld, dus ik speel vaak uit en thuis. En, ik ken de Fortuna Sittard wel een beetje van een paar spelers, maar voor de rest weet ik natuurlijk dat gewoon de historie en het mooie stadion. En, ik kreeg een goed gevoel bij de trainers, dus voor de rest ken ik Fortuna nog niet heel goed en hopelijk dit jaar beter leren kennen. Ja, heb je eerst de training eigenlijk achter de rug. Gaan volgende week weer hard aan de slag. Wat verwacht je ervan van dit seizoen? Ja, het is nog even moeilijk in te schatten natuurlijk wat de trainer net aangaf. Dat er nog wat jongens bij moeten komen, ook vooral in de breedte. Dus even afwachten wat de groep gaat worden. Dus we zullen de voorbereiding moeten afwachten hoe goed we uiteindelijk zijn. En voor mij persoonlijk is het natuurlijk gewoon, ik heb een jaar getekend. Dus voor mij is het belangrijk om de volgende stap in mijn carrière te zetten. En, ik hoop gewoon zoveel mogelijk weer te spelen en belangrijk te zijn voor het team. En als team, dat zullen we uiteindelijk moeten zien hoe ver we komen. Welke rol wil jij hier bij Fortuna vervullen? Ja, ik ben gehaald. Ik kan achter de spits spelen of hangend op de linkerkant. En, ik heb de laatste seizoenen veel op de linksbuitenpositie gespeeld. En vooral de rol van het aanvallen en creatief zijn. En proberen kans te creëren voor mijn teamgenoten en voor mezelf. En hopelijk beslist te zijn. 2 jaar bijgetekend. Wat heeft je daartoe gebracht? Ja, ik heb hier natuurlijk 3 fantastische jaren gehad. En ik heb al wat opgebouwd met de club, met de supporters, goede gesprek gehad met de trainer en toch nog een aantal vrienden die zitten ook in het team. En dat heeft wel mijn keuze, daarom is mijn keuze ook op Fortuna gevallen. Wat de belangstelling van andere clubs? Ja, ik heb wel met andere clubs gesproken en ook goede gesprekken gehad, maar uiteindelijk gaf mijn gevoel toch aan dat ik lekker in Sittard is blijven. Ja, Peter van Vossen, nu je trainer, heb je gesprekken met hem gehad? Wat voor een gevoel heb je er nu vanuit hem? Ja, goed gevoel. Hele open, aardige man, veel verstand voor voetbal, dus ook samen met zijn assistent, met Jeffrey Kooistra dan. Ik heb er wel zin in, ja. En ten opzichte van vorig seizoen mis je toch een aantal spelers. De trainer gaf ook net aan dat er in de voorhoede nog een speler erbij wilt hebben. Is dat dan Boe? Kent je dat nu met Boe en al of nog niet? Ja, op zich de elftalstijd nog wel, denk ik, zo goed als. Natuurlijk moeten er nog wel een paar versterkingen bij, maar ik denk dat we met dit team wat we nu al hebben, toch wel al eventueel de competitie in kennen. Maar natuurlijk is het wel belangrijk. Wil ze echt mee gaan doen tot er nog een paar spelers bij komen. Wat verwachten we dit seizoen? Ja, is nog moeilijk te zeggen natuurlijk, omdat er inderdaad nog een aantal versterkingen bij moeten komen. Dan kan ze denk ik wat makkelijker zeggen van wat het doel zal zien. Op dit moment kijk daar eigenlijk geen oorsprong over doen. Hallo, ik ben Christoffer van Raad. Ik ben 19 jaar oud. Ik kom uit Bussum. Ik heb hiervoor bij Almere City gevoetbald en ik heb dit seizoen de overstap gemaakt naar Fortuna Sittard. Ik studeer aan de Open Universiteit en ik hoop hier mijn kans te pakken. Hallo, ik ben Jordi Terborg. Ik ben net 20 jaar oud. Ik woon in Almere. Ik heb hiervoor bij Almere City gespeeld. En we gaan er een heel mooi seizoen van maken.
Nou, ik ben de derde speler van Almere City. Ik ben Mitchell Elshot, 19 jaar oud. Ik studeer ook aan de Universiteit van Utrecht. En ja, die twee dingen, daar ga ik me op focussen dit jaar. Ik ben Seyi Kone, ik ben de vierde speler van Almere City. Ik ben 18 jaar oud. Ik woon in Utrecht. Ik studeer niet. En ja, ik hoop me te focussen op het voetbal en zo snel mogelijk mijn debuut te maken.